BOVAG over plannen Amsterdam, weer oude auto's en de eerste kilometers met de Audi A3 e-tron. Hallo en leuk dat je weer kijkt naar het Autoweek Journaal. Begin deze week zagen we in Amsterdam plannen om oudere auto's geen nieuwe parkeervergunningen meer te geven. Bij ons in de studio is Tom Huiskens van de BOVAG. Tom, welkom. Hallo. Ja, eerder dit jaar zagen we al Utrecht, nu weer Amsterdam. Wordt dat een trend dat ze met plaatselijke regelingen gaan komen? Nou, we mogen hopen van niet inderdaad. Amsterdam heeft wel voor een hele mooie oplossing gekozen. Daar stond ook eigenlijk een milieuzone op de rol, maar knappe koppen hebben daar beredeneerd dat dat geen goede oplossing is, dat het een veel te drastische maatregel is. 15.000 Amsterdammers, 8.000 ondernemers zouden hun auto of bestelauto de deur uit moeten doen. Ja. De wethouder in Amsterdam heeft besloten dat hij dat niet wil. Dat gaat hem 30 miljoen euro kosten. Hij zou slechts 3 tot 6 maanden eerder aan de Europese luchtkwaliteitsnormen voldoen. En heeft gezegd, dat gaat me te ver. Nee. Ik kies voor het plan met parkeervergunningen. Ja. Dus als je zeg maar de bestaande vergunningen, prima. Maar als je nu zeg maar een auto hebt die niet aan euro 1 voldoet, of een diesel die niet aan euro 4 voldoet, en jij wil een nieuwe parkeervergunning, dan heb je gewoon een probleem. Dan heb je een probleem, maar dan heb je ook de keuze. Ja. En bestaande gevallen worden ontzien. Niemand wordt gedwongen om actie te ondernemen. Als jij met je oude auto wil blijven parkeren en je hebt de parkeervergunning, dan kan dat gewoon. Ja. Ondernemers worden ook ontzien. Wil jij je auto inleveren of inruilen, dan krijg je een premie. En er wordt nu gesproken over 500 euro voor personenauto's en 1000 euro voor bestelauto's. Ja. Nou, wat ik zo begrijp, is het zo dat de BOVAG eigenlijk zich wel in deze plannen kan vinden? Ja, het is een stuk minder drastisch dan een milieuzone. Met een milieuzone is natuurlijk dat er een hek om de stad wordt gezet. Wil Utrecht, hè? Dat wil Utrecht. Er is in de gemeenteraad nu besloten, vrijwel unaniem, dat er een referendum gaat komen. Nou, dat de voorbereidingen voor een referendum getroffen mogen worden. De Koninklijke Automobielclub heeft dat ingestoken. Hun directeur is inwoner van Utrecht. Ja. Die heeft de procedure in gang gezet en daar is nu mee ingestemd. Hoogstwaarschijnlijk in 2014 tijdens de gemeenteraadsverkiezingen mag het Utrechtse volk zich uitspreken over ja of nee een milieuzone. Ja, ja, maar het blijft vreemd, Utrecht, Amsterdam, dat ze eigenlijk allebei weer met aparte regeling komen, dat het niet iets landelijks is, hè? Klopt, klopt. Wij hebben ook al aangegeven bij de gemeente Utrecht, volg nou gewoon dat voorbeeld van Amsterdam. Je grote broer heeft al het voorwerk al gedaan. Er zijn knappe koppen die dit beredeneerd hebben dat dit de beste oplossing is. Mm-hmm. Dus wie is Utrecht dan om zelf te bepalen als de Calimero van de Randstad dat ze eigen regeltjes willen hebben. Want straks krijg je natuurlijk dat je met dezelfde auto wel over de Oude Gracht in Utrecht, of niet over de Oude Gracht in Utrecht mag rijden, maar wel over de Prinsengracht in Amsterdam. Ja, dat is natuurlijk te zot voor dan woorden. Dan weet niemand nog waar die aan toe is ook op een gegeven moment. Ja, en Den Haag heeft ook gekozen voor de gemeente Den Haag voor een sloopregeling. Rotterdam is er ook over na aan denken. Ja. Een milieuzone komt daar helemaal niet in het woordenboek voor. Nee, nee. Oké, dankjewel. Maar ook nog even een heel ander onderwerp wat deze week dus ter tafel kwam. Dat was die voorgestelde accijnsverhoging op benzine en diesel om mensen aan de biobrandstof te krijgen. Ja, inderdaad. Dus het voorstel kwam vanuit een denktank onder leiding van mevrouw Corby, PvdA-politica, in het Europese parlement. Des te frappanter eigenlijk dat zij een plan lanceert om biobrandstof op deze manier te stimuleren. Want juist in het Europees Parlement is afgelopen week besloten dat er maar een maximum moet komen aan aan palmolie. Precies. En andere zaken die moeten worden bijgemengd in biobrandstoffen. Want dat gaat weer ten koste van de voedselproductie. Dat gaat ten koste van de voedselketen, dat willen we niet. Nee. Er wordt nu gekeken naar de nieuwste technieken voor biobrandstoffen. Ja. Daar moeten we ook gewoon even op wachten. We moeten even pas op de plaats maken. Er wordt nu al 5% bio bijgemengd bij de brandstoffen in Nederland. Dat gaat langzaamaan. Duitsland is al 18, hè? Duitsland is al 18. Dat zit er in Nederland op termijn ook aan te komen. Ja. Dat zie je in meer buitenlanden, maar een accijnsverhoging, het ging dan maar om een halve cent. En er stond ook nog een heel mooi zinnetje in dat advies. De consument merkt dat bijna niet. Nou, mevrouw Corby en mevrouw Mansveld, daar komt ook nog eens btw overheen. Dus al met al is het veel meer. En dat kunnen we in deze tijd echt niet erbij hebben. Maar Wekers, die zei het is van de baan, hè? Wekers heeft meteen ingegrepen, die zegt, die is van de baan. Het lijkt overigens dan wel een of andere afleidingsmanoeuvre, want er staat wel nog een 3 cent verhoging voor diesel in het regeerakkoord. 7 cent voor LPG per 1 januari aanstaande. En een automatische accijnsindexatie. Dat doen ze elk jaar op 1 januari.
daar gaan wij tegen op de barricade. Want wij willen dat dat niet doorgaat. Want alles wordt nu in het buitenland getankt. Ja. Dinsdag, Prinsjesdag, spannende dag voor jou? Voor de BOVAG? Het hangt er vanaf. Alles is nog steeds geheim. In elk geval, ze hebben veel geheim weten te houden tot nu toe. Dus wij moeten ook wachten tot 3 uur dinsdagmiddag tot we de stukken krijgen. En we hopen dat we niet verrast worden. Oké, nou wij doen met je mee, Tom. Dankjewel. De ontwikkelingen zijn in een stroomversnelling geraakt. Bijna wekelijks rijden we wel met een nieuwe elektrische auto of een plug-in hybride. Cornelis, daar sta je weer. Vorige week had je de elektrische Focus gereden. Wat was deze week? De plug-in Audi A3, oftewel de Audi A3 e-tron. Oké, en dat is dus een plug-in hybride. Dat betekent eerst aan de stekker? Ja, klopt. Je kunt hem eerst opladen en dan heb je een elektrische actieradius van maximaal 50 kilometer. En daarna is het gewoon een hybride. Welke aandrijflijn is het precies? Nou, er zit een 1.4 benzinemotor en dan heb je een elektromotor en daarachter zit dan de 6-versnellings F-tronic, wat dan de DSG van Audi is. En dat is eigenlijk vergelijkbaar zoals we dat zien in de hybride Jetta. Ja, die duurtester van ons. Rijdt die ook zo? De elektromotor is wat krachtiger. Ja. En het grote verschil is misschien wat remmen. Ja, want bij de Jetta vind ik altijd dat dus net alsof je niet kan remmen, hè? Eerst gaat die... Ja, klopt. En Audi die heeft een compleet nieuw remsysteem, wat door Bosch speciaal ontwikkeld is voor de elektrische hybride auto's. En dan heb je naadloze overgang van regeneratief naar mechanisch remmen. Ja, ja. Dus niet opeens alsof er een anker uitgegooid wordt. Dat vind ik altijd zo vervelend bij de Jetta. Nee, het werkt heel mooi. En het mooie is ook, er is meteen druk. Dus in geval van nood heb je ook nog een keer een kortere remweg. Hey, en plug-in hybride, dat betekent natuurlijk laag CO2-uitstoot. Hoe laag? Ja, klopt. Ze geven 35 gram op. Dus dat betekent in Nederland dat die gaat concurreren met de Ampera's en de plug-in Prius'en. Ja. En als het zo blijft als nu bedacht is, 7% bijtelling volgend jaar. Ja, dat weten we dinsdag. Ja, ja, die bijtelling wel. De prijs van de auto nog niet. Want nog niet. Hij komt volgend jaar pas, dus juni jaar, ongeveer. Dan pas, volgend jaar zomer nog even wachten. Dat is ongeveer gelijk met die plug-in Golf? Of? Ja, officieel komt de Audi ietsje eerder, maar productie start tegelijk van die systemen. Dus die komt er kort achterna, komt de Golf. En die zal ietsje goedkoper zijn. En met deze techniek aan boord, wat op zich allemaal heel netjes werkt. Ik denk dat ze zich bij Toyota en Opel wel zorgen moeten maken. Oké, Cornelis, dat was dus de Audi A3 e-tron. Wat staat er nog meer op stapel qua elektrische of plug-in auto's? Nou, volgende week kom ik nog eventjes wat vertellen over de Volkswagen e-up, want daar hebben we ook mee gereden. Kleine elektrische up. Oké, nou, dan gaan we het daar volgende week over hebben. Is goed. Dankjewel. Vandaag staan natuurlijk ook de Autoweekpagina's in het AD in het teken van de IAA in Frankfurt. En dan Autoweek nummer 37, die ligt nu in de winkel. Een nummer geheel gewijd aan Italiaanse prachtbolides. Ik noem een Ferrari F12 Berlinetta. Een verhaal over de magie van Maranello. Een Lambo Gallardo Spider. Een Alfa Disco Volante en nog heel veel meer. Hou je van klassieke race- of sportwagens? Hou dan de livestream in de gaten van de Goodwood Revival. Die vindt komend weekend plaats en je kunt het live volgen via autoweek.nl. Dat was het weer voor deze week. Dinsdag is er weer een nieuwe aflevering van het Autoweek Journaal. Ik wens jullie een prettig weekend.